Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Smit & Smit Advocaten. Met recht eigentijds. En Kivo, plastic verpakkingen. Hallo, mijn naam is Nick Tol en ik ben journalist. Als vliegende reporter zoek ik altijd naar nieuwe verhalen. Regelmatig denk ik tijdens een interview, wat zou het mooi zijn geweest als hier een camera zou hebben meegedraaid. Zo kwam ik terecht bij onze LOVA. Een gemeente vol met bijzondere mensen waarachter we het verhaal niet kennen. En zo meer durven vragen. Welkom bij Op Pad Met. Voor de eerste aflevering wijken we meteen uit naar Manchester. In de Engelse voetbalstad ontmoeten we de man die als voetbalkeeper jarenlang voor FC Volendam speelt. Als trainer werkt hij vervolgens voor clubs als Ajax, FC Barcelona en Bayern München. De keeperstrainer won letterlijk alle prijzen die er met Europese voetbalclubs te winnen zijn. Wereldkeepers als Edwin van der Sar en David de Gea beleven hun sterkste jaren onder zijn hoede en loven zijn werkwijze. In het Blaricum van Manchester zijn we op bezoek bij Frans Hoek. Hey, hallo Nick. Hey, Frans. Hoe is het? Goed. Goed kunnen vinden hier in Old Liège? Ja, het ligt een klein beetje afgelegen, maar... Dat is zo, ja. In the middle of nowhere, hè? Ja. Kom binnen. Gezellig. Inderdaad. Het ligt wat afgelegen. Maar Frans woont er bijzonder mooi. En echt British. Van binnen ademt zijn woning de sfeer van thuis. Edam Volendam. Werkelijk overal zie je foto's van familie en vrienden. Die de afstand van ruim 500 kilometer iets draaglijker maken voor Frans en zijn vrouw Marie. Is het altijd zo mooi weer in Manchester? Nou, jullie hebben een geweldige dag uitgekozen, want dit is een unicum. Dit gebeurt niet veel dat de zon schijnt en dat het zo eigenlijk zo mooi blauw is hier. Dat gebeurt niet zoveel, nee. Het regent vaak? Het regent heel veel. Het was wel grappig. Ik sprak George Boateng afgelopen wedstrijd bij Newcastle United. Oud voetbal. Ja, dus ook, hij heeft in Nederland gespeeld bij Feyenoord. En die zei, hoe is het in Rainchester? Dat was de eerste keer dat ik hoorde, maar was wel toepasselijk. Hoe bevalt het leven hier over het algemeen? Ja, het leven hier speelt zich natuurlijk voor mij voornamelijk af in en rondom de club. Het zijn heel veel wedstrijden die we spelen. En daarmee moeten we alles dus ook goed voorbereiden. En dat kost natuurlijk ook de nodige tijd. Dus deel uitmaken van het echte Engelse leven, dat doe ik absoluut niet. Het is meer het Engelse voetballeven en dat bevalt goed. Nou, misschien is het leuk als ik je wat van de trainingsaccommodatie laat zien. Dat is wel uniek, moet ik zeggen, want dat is in het heilige der heiligen. Maar het is misschien wel leuk om dat eens te zien. Inderdaad, het trainingscomplex is uitstekend beveiligd. Voor pers is het nauwelijks mogelijk om er te komen. Maar voor de lokale omroep maakt de Engelse topclub een uitzondering. Nou, hier zie je dat spelers in principe die komen, die krijgen hier een gezichtscan. Dus dat is wel aardig. Hun gezicht wordt gescand. En dan zien we wanneer ze binnen zijn. Dat is voor ons weer belangrijk om te weten. Omdat zij zitten beneden, dat zullen we straks wel zien. Wij zitten boven. Mm-hmm. Dus als wij spelers nodig hebben, oké, die is binnen, die kunnen we, et cetera. Dus daar hebben we altijd wel controle over. En je ziet, eigen code. Ja, we hebben allerlei codes. Dus alles staat hier onder curatele en onder controle. Kijk, en hier heb je het Charity Shield. Dit zijn allemaal prijzen. Ze hebben dus eigenlijk elke prijs die je maar kan bedenken, die hebben ze ook inderdaad gewonnen. En overal staat dus bij welk jaar, wanneer. Je kunt ook vinden wie in het team zat en dat soort zaken. Nou ja, je ziet alle prijzen hebben ze. Gangen vol met historie. En wat een prijzen. Je kijkt je ogen uit. Nou, kijk, dit is ook allemaal de geschiedenis, hè. En dan zie je bijvoorbeeld Ruud van Nistelrooy. Nou, dan zie je 2003, 15 goals. Scoorde 25 goals, helping win the title. Dus men doet heel veel aan spelers die een bepaalde rol hebben gespeeld in. En die vind je ook overal terug. Dat is op zich heel erg mooi. Ik zie weinig trainers. Alex, hè? Ja, die is hier natuurlijk, die is hier zijn leven lang geweest, 27 jaar. Die heeft dus de meeste prijzen gehaald. Je ziet ook bijvoorbeeld Busby. En je hebt ook gezien in het stadion, daar zie je dus wel alle trainers die bij United gewerkt hebben precies. In de loop der jaren. Dus daar wordt wel aandacht aan besteed. Alleen, ja, dit is natuurlijk de grootste ooit voor Manchester United geweest. Ja, kijk, wat je hier ziet is dat de voetbalmedicine en Science Department, Diagnostic and Treatment Center, dus achter deze deur, ja, daar zit eigenlijk een soort van hospital. Daar zit dus een hele groep met mensen die alles doen op scientific gebied. Dus alle vragen die we daar neerleggen, wat we willen weten. Ze dragen zelf een groot aantal dingen in aan. Daar zit ook de dokter. Die heeft daar zijn eigen, laat ik zeggen, spreekkamer, zeg maar.
Daar zitten allerlei treatment rooms, dus er zijn allerlei ruimtes waar dus de spelers behandeld kunnen worden, meer privé en noem maar op. En er is ook een MRI-scan, dat is een hele grote scan. Daarin kunnen we dus, als dat nodig is, spelers kunnen hier dan zo'n MRI-scan doen, wat normaal gesproken in allerlei hospitals moet gebeuren. Ja, we kunnen even gaan, ja, kom maar even kijken. Dus dit is, ja, dit is het hart. Hier wordt heel veel fysieke arbeid verricht door spelers, maar ook spelers die terugkomen van blessures. Ja, dit is echt immens, ook de hoeveelheid mensen die hier rondlopen om dat te begeleiden. Maar je ziet ook daar weer, altijd komt de historie terug. Hè? Alle spelers die hebben meegewerkt aan waar United nu staat, die zie je daar ook terug. Ja, dit is iets wat wij in Nederland niet kennen. Dit wordt meer en meer het geval, want er wordt fysiek heel veel gevraagd. Ja, hier zie je wat daar gebeurt. Maar ik zie daar bijvoorbeeld ook een basketbalnet. Waar dient dat dan voor? Nou ja, kijk, dit kan gebruikt worden, ook door de fysiotherapeuten, om te basketballen, om oefeningen te doen, oog-handcoördinatie, dat kan allemaal. Kijk, ook dit weer. Ja, daarbij, hè, dus alle toestellen die op dit moment essentieel kunnen zijn voor herstel of voor verbeteren. Nou, daar zie je ook de uitgang meteen naar het veld. Ja, ook voor spelers die bijvoorbeeld geblesseerd zijn, die zien dan op het veld dat wij daar bezig zijn. Ja. Ja, en daar willen ze uiteindelijk zijn natuurlijk. Dus nou, dat is het gedeelte met zwembad, jacuzzi en allerlei andere middelen die nodig zijn voor spelers die of herstellen of die geblesseerd zijn geweest. Nou ja, daar gelden weer alle wetten die in het zwembad gelden. Nou, hier komen ze dan binnen en dan kan je er inderdaad alleen in komen met de codes. Nou, dan kom je hier binnen en dan is dit een gedeelte voor de spelers, dat noemen ze de monitoring lounge. Dan kijken ze dus hoe de spelers zijn, hoe ze zich voelen, hoe ze de nacht zijn doorgekomen, hoe het lichamelijk is, reacties na wedstrijden of na training of wat dan ook. En hier komen ze dus meestal bij elkaar in de ochtend en hier moeten ze ook langskomen om zich te melden. Bij de medische staf in dit geval. Hoe zien je dagen er hier zo al uit? Nou ja, dat is, de wekker staat om 6:45. Dat zullen veel mensen waarschijnlijk niet denken. Maar 6:45, dan staat de wekker. Rondom 7:15, dan ga ik naar de club. Dat is hier vandaan een 30 minuten, 3 kwartier rijden. Dan kom ik daaraan rondom 8:00. En dan, ja, dan is het eigenlijk van 8 tot 10:00 is het, het kijken meestal naar beelden. Het bewerken van beelden. Vervolgens is er een bespreking, een meeting met betrekking tot de training. Dan trainen we meestal van rond 10:30 tot rond 12:00. Daarna is het lunchen. En daarna is het weer allerlei werkzaamheden doen. Dus van en het beelden bekijken en evalueren en voorbereiden van wedstrijden tot een uur of 6:30, 7:30. Dan weer terug hierheen eten. En normaal gesproken ben ik dan nog wel een uurtje aan het werk. En dat is dan buiten de wedstrijd om. Hè? Want als we de wedstrijden spelen, dan trainen we meestal nog op Carrington. We eten daar wat en dan meestal met het vliegtuig vliegen we naar bijvoorbeeld de uitwedstrijd. De dag voor de wedstrijd. Daar spelen we en dan op de dag van de wedstrijd weer terug. Ja, en dat is eigenlijk 7 dagen per week. Dit is dan de kleedkamer, hè? Dit is het heilige der heiligen. Ja, dat ik het voor het eerst zag, was ik echt onder de indruk van het logo. Dus een ingelegd logo. Ja, dus dat vind ik echt bijzonder. Dus op het moment dat die spelers hier ook binnenkomen, dan hoor ik ook al van die spelers dat doet wel wat met ze. Het doet zeker iets met je. Dit is dé plek waar de grootste voetballers ter wereld zich elke dag opnieuw verzamelen en zich voorbereiden op elke training en wedstrijd. Frans is al tientallen jaren getrouwd met Marie, een Volendamse schone die altijd met hem meereist. Marie kan gewoon de regie doen, is geen probleem. Ja, kan zo over. Ze neemt het zo over van. Als je nog wat tips wil hebben, is het geen enkel probleem. Ja, zeker. Ik om jullie te smeren, zou te laten proeven. Ik denk dat jij beter hier kan zitten, dan zeg jij dat. En dan ga ik alvast de auto pakken. Daarom ook de vraag aan Marie of ze het niet moeilijk vindt om telkens naar een ander land te verhuizen. Nou, in het begin dan moet je je eigenlijk natuurlijk wel weer oriënteren. En het is best wel weer moeilijk om hier je draai te vinden. Maar na een jaar, ja, dan ken je ook weer alle plekjes en je weet waar je moet wezen. Dus dat gaat dan allemaal wel weer goed. Okay. Hoe beleef je de successen van Frans? Ja, eigenlijk besef je dat op het moment besef je dat niet wanneer je bijvoorbeeld hier bent. En die successen zijn er.
Maar als je dan later weer terug bent, ga je erover nadenken. Dan denk je bij jezelf, ja, het is toch wel echt heel erg bijzonder wat we allemaal meemaken. Het is, als je het ook vergelijkt natuurlijk met andere clubs waar we dan ook wel komen. En waar ik dan gekomen ben in de loop der jaren, dan merk je wel dat dit soort clubs, en met name deze club ook, ja, die zijn zo groot. En alles is in principe zo goed georganiseerd en geregeld, dat het lijkt gewoon, maar dat is het niet. Nee. Dat is het echt niet. En dat realiseer ik me dagelijks. Ja, want je zegt het al, bijvoorbeeld Volendam. Ja, er zijn meer clubs à la Volendam dan dat er zijn à la Manchester United of à la Barcelona of à la Bayern München. Dat zijn er maar een paar natuurlijk. Maar gaat het ooit wennen om in zo'n wereld te werken met alleen maar supersterren? Ja, maar goed, dat is allemaal heel relatief, zeg ik altijd maar. Wat je doet is, je bent trainer of assistenttrainer of keeperstrainer en het gaat om het spelletje 11 tegen 11. Waar je het ook speelt, wanneer je het ook speelt. Je speelt het normaal gesproken op een veld, tegenwoordig ook veel kunstgras. Daar heb ik nog geen ervaring mee, want daar hebben wij nog niet op gespeeld. En dan is het 11 tegen 11 met de scheidsrechter en met de grensrechters en that's it eigenlijk. En dat blijft altijd datgene waar het om gaat. En als je in de absolute top werkt, ja, dan speel je 3 van dat soort wedstrijden per week. En dan heb je dus normaal gesproken ook de betere spelers, hè, die er in de wereld rondlopen. Maar het blijven spelers, blijven mensen. Er blijven dingen die te verbeteren zijn en waar je ook dagelijks met elkaar aan werkt. En je moet ook geen moment denken dat het supersterren of grote sterren zijn. Het zijn mensen die iets erg goed kunnen, hè, beter dan de rest. En daar werk je mee. En dat betekent dat je gewoon datgene moet doen wat je moet doen. En dat betekent ze zo goed mogelijk laten spelen of ze zo goed mogelijk laten keepen. Of zo goed mogelijk de spelervattingen laten nemen of verdedigen. En het is niks meer of minder dan dat. Denk je daar ook nog wel eens terug aan Volendam? Ja, uiteraard. Al die dingen die passeren de revue. En dat kan op de vreemdste manieren zijn en op de raarste momenten. Maar niet alleen Volendam. Ik ben natuurlijk bij een amateurclub begonnen, Albers Voorwaard uit Hoorn. Ik was speler en keeper. Ik kwam eigenlijk meer of meer weer per ongeluk in doel terecht. En ik speelde een wedstrijdje in het eerste op 14, 15-jarige leeftijd. Omdat de keeper van het eerste zijn vrouw beviel, kon niet spelen. Ik was op de accommodatie aanwezig. Dus de trainer die zei tegen mij, nou ga jij maar op doel staan. Dat was weliswaar nog wel in de tijd dat er 1500 à 2000 mensen aan de kant stonden. Ook die wedstrijd die ik speelde. Dus dat begon al heel bijzonder. En op basis daarvan, als 14, 15-jarig, hebben ze me bij de senioren gehouden. Dus ik heb een hele periode overgeslagen. En dan komt meteen natuurlijk de interesse. Want de krant maakt een klein stukje en 14, 15-jarig in het doel. En, ja. Nou, dat is op zich wel aardig. En van daaruit ben ik gescout door een aantal clubs. En Joep Steur was degene die op mij het meeste indruk maakte. En waardoor ik ook, want op dat moment ging ik ook naar het CIO's om sportleraar te worden. En die zei, nou, wij vinden dat heel erg belangrijk dat je dat doet. Dus wij komen wel naar het CIO's toe om je te trainen, 2 keer per week. Zo. Dus dat was bijzonder. Ja. Nou, zeker voor die tijd. Zeker voor die tijd. En het team bestond eigenlijk alleen maar uit Volendammers. Dus er werd ook Volendams gesproken. Dat heeft een tijd geduurd voordat ik echt in de gaten had wat ze zeiden. Dat was op zich al bijzonder, want voor mij was dat buitenland. Ondanks dat het 20 minuten bij Hoorn vandaan was. Daarnaast waren er maar een paar niet-Volendammers. Dat waren een paar West-Friezen. Kees Kok, die er al geruime tijd zat. Nico Mol van SEW, ja. Die zat er een jaar of 2, 3. En ik kwam eigenlijk samen met Jan Kasten. Jan Kasten kwam uit De Weren, DWB. En ik kwam dan van Always Forward. Dus dat was eigenlijk wel heel erg Volendams. En we kwamen wel in het midden, in het hart van Volendam voetbal. De trainer was Joep Steur. Dat was natuurlijk ook een Volendammer. Dus ja, de beginperiode, ook vanwege het feit dat de Volendammers zijn vrij direct, rechtstreeks, onvoorstelbaar kritisch. Ja, daar moet je wel mee leren omgaan. Dus als leerschool moet ik zeggen, geweldig. De manier van voetballen. Want ja, alle Volendammers kunnen voetballen. Daar heb ik me altijd over verbaasd. Op welk niveau ik ook ging kijken. Of het nou bij de senioren bij het tiende was. Of bij de zaterdagmiddag 4. Of bij de effies. Ze kunnen allemaal voetballen. Dat is wel heel bijzonder. En ze konden ook echt goed samenspelen. Het was een technisch verzorgd spelletje. En dat was altijd wel aardig. Ook de wedstrijden die we speelden was niet altijd tegen technisch verzorgde teams. Dus daarin was wel een onderscheid. En langzaam maar zeker is me dat natuurlijk wel duidelijk geworden. Maar het is een geweldige periode geweest. Een moeilijke periode vanwege de hoge eisen die eraan gesteld worden en werden.
En dat heb ik ook aan mezelf gedaan, dat merk ik ook wel. En daarna is het eigenlijk alleen maar makkelijker geweest, hoe gek het ook klinkt. Ah, oké. We gaan naar het stadion, Old Trafford. Wie kent het niet? Elke voetbalgrootheid heeft wel eens voet aan deze indrukwekkende aarde gezet. Het stadion biedt plaats aan ruim 76.000 toeschouwers en is stevast uitverkocht. Is dit de grootste club waarvoor Frans ooit heeft gewerkt? Ja, het is maar net hoe je de grootste club gaat zien natuurlijk. Dat Barcelona bijvoorbeeld, dat we daar begonnen, konden er nog 110.000 mensen in het stadion. Dus dat is het grootste geweest wat ik qua club heb meegemaakt. Daarna was het Bayern, dat is ongeveer qua grootheid met het aantal toeschouwers per wedstrijd. In de thuiswedstrijd hetzelfde. En daarna is het United, dus het is één van de drie. En de grootste kan ik niet zeggen. Buiten het veld is United zonder meer de grootste club van de drie waar ik dus getraind en gewerkt heb. Daar gaan we dan. Vanuit de catacomben naar het magische veld. Voor even kruip ik in de huid van spelers als David Beckham en Cristiano Ronaldo. Ja, dit is geweldig. En iedere keer als je hier uitkomt natuurlijk voor de wedstrijden. Ja, de mensen zijn ongelooflijk enthousiast. Ja. En het zit ook altijd vol, dat vind ik ook opmerkelijk, zelfs tegen de kleine clubs. Ook voor de beker, dat zijn over het algemeen kleinere clubs. Helemaal uitverkocht, iedere keer weer. Nou ja, en het weer is niet altijd uitnodigend, het is vandaag fantastisch. Maar er komen ze gewoon. In Barcelona was het zo, als het daar regende, dan kwamen er gewoon 40.000 minder. Dan gingen ze gewoon niet naar het voetbal toe, het regende niet zoveel. Maar hier maakt het allemaal niets uit. Hier zitten ze gewoon elke week weer. Ja, het is een immense club buiten het veld en dat is gebaseerd op het feit dat met name in Azië, maar ook in Amerika, United ongelooflijk veel volgers heeft. Ik heb me daarover verbaasd, hè, ook met de toeren die we in Amerika hadden. Elke wedstrijd was uitverkocht, wat bijzonder is in Amerika, omdat voetbal niet sport nummer één is. Maar als je dan keek in de stadions, we speelden een wedstrijd voor over 100.000 mensen, ik geloof in Michigan tegen Madrid. En daar waren 110.000 mensen en 100.000 United-volgers. Nou, het blijkt dat United enorm veel volgers heeft vanwege het feit dat ze de eerste waren die naar Azië zijn gegaan om te laten zien wat United eigenlijk inhield. Daar hebben ze heel veel goodwill mee gekregen. Daarnaast heeft het heel veel sympathie gekregen, ook vanwege de vliegtuigramp in München. En daarnaast natuurlijk toch in de loop der jaren aansprekende resultaten. Zowel binnen Engeland als buiten Engeland. En ja, er zijn bijvoorbeeld 365 miljoen volgers. Nou, dat is een ongekend aantal. Ja, dit is natuurlijk bijzonder, omdat we hier eigenlijk het halve speelveld moeten overlopen voordat we op de plek zijn waar wij zitten. Is die weg niet soms dodelijk lang na zo'n verliespartij? Ja, dat is de andere kant. Op het moment dat je een partij niet gewonnen hebt, ja, dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk die kleedkamer in. Ja, dan moet je dit dus ook lopen. En op zich hoort dat er dan ook bij. En mogen natuurlijk supporters mogen ook teleurgesteld zijn. En ja, hier doen ze dat altijd nog wel netjes. Hè? Dus het is niet zo dat ze agressief zijn of vervelend of naar. Ja, sommige mensen kijken niet blij en dan applaudisseren ze iets minder. Maar aan de andere kant, als de spelers alles gegeven hebben wat ze hebben, dan zie je ook wel dat ze daar wel weer waardering voor hebben. En dan kan het alsnog zijn, zelfs als je verliest, dat je het veld verlaat met applaus. Dus dat is ook altijd wel bijzonder, want dat ben ik ook niet gewend. Niet bij Bayern, niet bij Barcelona en ook niet bij Ajax. Dit zijn dan de plaatsen waar wij zitten. Maar je ziet hier, de mensen zitten gewoon achter je. Ja. Dus in het begin was dat wel eens van, nou oké, okay, maar ze zijn correct, ze zijn uitermate netjes en noem maar op. Nou ja, dit is dan mijn plekje. Okay. Hier vandaan kan ik nog wel redelijk snel het veld op lopen. Daar zit Albert, Louis en daar zit Ryan. Maar je ziet het, het is een hele loop voordat je er bent. Dus dat is wel een groot nadeel, vind ik. Daar zit je lekker dicht op het veld, dus heb je veel beter contact met de spelers. Maar hier vandaan, ja, moet je de trap af, moet je daar naartoe. Dat is en een lang stuk. Mm-hmm. En soms is het moment dan al weg, hè. Want als je dicht op het veld zit, dan is het makkelijker. En ja, soms is dat moment weg. Ja. David de Gea kwam bij Manchester United binnen als een matig keeper en is nu een wereldtopper. Wat is de rol van Frans hierin? Ja, kijk, je komt natuurlijk ergens binnen en dan moet je altijd kijken naar wat is de visie van hoe die club wil gaan spelen. Dat is het allereerste wat belangrijk is. En als je dat weet, dan ga je op basis daarvan kijken, ja, hebben we de spelers daarvoor die dat kunnen verwezenlijken? Een van die spelers is natuurlijk altijd de keeper. En
In het huidige voetbal is hij eigenlijk belangrijker dan dat hij ooit geweest is. Terwijl hij ogenschijnlijk veel minder echt keeperswerk te doen krijgt. Het feit dat de Gea is uitgegroeid tot een gerenommeerde keeper is eigenlijk niet zo'n goed teken voor de manier waarop we spelen. De manier waarop we altijd willen spelen is dat we vooral die keeper aan de andere kant veel werk bezorgen. Nou, het is gebleken dat David met name vorig jaar, maar ook dit jaar weer onvoorstelbaar veel reddingen heeft moeten plegen. En het is natuurlijk altijd een goed teken als hij zich daar goed van kwijt. Nou, het is altijd een samenwerking, hè, met de mensen die dan met hem werken. En daar ben ik er uiteraard één van, dus ik hoop dat ik daar ook een bijdrage in lever. En ja, ik kan alleen maar zeggen, ik weet waar we aan werken, ik weet hoe we eraan werken. Alles wordt fantastisch vastgelegd tegenwoordig, hè. Elke training, elke wedstrijd, bijna elke beweging, hè, die jongens maken op het trainingsveld en op het wedstrijdveld. Nou, en daar kan ik wel zien dat hij een groot aantal dingen dus heeft veranderd. En in mijn ogen dus ook heeft verbeterd, wat dus ook wel resulteert in de manier waarop hij nu speelt. Nou, kijk, hier kwamen ze dus het veld op van 1910 tot 1993. Ja, dus dat was... He, dat was hier erop, dus dat is het meest normale wat je bij de meeste clubs ziet. Nou, je ziet, ze gebruiken dit ook voor het museum, maar dit is natuurlijk, dit is kippenvel, hè? Want dit is indrukwekkend. Hè? En je ziet alle spelers die eigenlijk pinpoints waren voor deze club, ja, die zie je dan hier weer verschijnen. Bobby Charlton, Georgie Best, tot aan Ryan Giggs, David Beckham, noem maar op. En dit noemen ze ook de legends. Is er nog wel eens ruimte om terug te gaan naar Nederland? Ja, we hebben af en toe dus of één of twee dagen vrij. En zodra dat er is, met name de twee dagen, dan gaan we nog wel terug naar Nederland. Ja. Mis je het niet? Ja, kijk, Nederland is natuurlijk thuis. En daar zijn natuurlijk de familie en de vrienden. Dus dat is datgene wat je dan ook mist. Maar aan de andere kant is dit een uitdaging die je aangaat. En... Nou, daar krijg je natuurlijk ook weer heel veel andere dingen voor terug en ervaringen en fantastische momenten. Dus het is een balans tussen die twee. Je hebt ook twee kinderen, Annemarie en Kate. Komen die vaak over? Annemarie en Kate uiteraard en hun echtgenoten, hè? Kees en Simon. En uiteraard ook de kleinkinderen, hè? Britt en Jannie. Ja, die proberen wel regelmatig te komen, maar ze hebben natuurlijk ook hun eigen bezigheden en werkzaamheden, dus dat is niet zo eenvoudig. Maar we proberen elkaar zoveel mogelijk te zien, of hier of daar. En daarnaast is het natuurlijk bijna dagelijkse facetimen, dus we hebben wel dagelijks contact met elkaar. Het verhaal met David is wel speciaal, want wij speelden met Barcelona na de brand tegen Manchester United. En Annemarie was natuurlijk in de brand. En toen vroeg ik er ook, ja, is er iets speciaals wat je zou willen? Nou, David was toen natuurlijk al een idool. En ook een meisjesidool. En ook voor Annemarie. En die vroeg, nou, ik zou het wel heel bijzonder vinden als ik een shirtje van David Beckham zou kunnen krijgen. In die tijd was Raymond van der Gouw de reservekeeper bij Manchester. En toen heb ik met Raymond contact opgenomen. Na de wedstrijd ben ik ook naar David gegaan. Dus toen nodigde hij me uit in de kleedkamer. Dus Raymond had verteld hoe dat verhaal was gegaan. En toen heeft David inderdaad zijn shirt ondertekend en daar ook nog wat opgeschreven voor Annemarie. Zie jij jezelf als een van de beste keeperstrainers ter wereld? Ja, dat zeg ik nooit over mezelf. Ik vind dat anderen maar moeten oordelen en kijken naar wat ik doe en hoe ik dat doe. Maar goed, ik heb natuurlijk wel gewerkt met vele keepers bij de grote clubs. Waar het natuurlijk altijd weer anders is dan dat je bij kleinere clubs werkt. En uiteindelijk zie je dus wat voor invloed je daarop kan uitoefenen. Maar het gaat altijd om de keeper zelf. Ja, en de hoeveelheid invloed die je daarop uitoefent, dat is natuurlijk ook weer afhankelijk van hoe je samenwerkt. Of er een klik is, ja of nee. En ja, dat gebeurt. Het kan ook gebeuren dat er geen klik is. Frans en consorten zijn naar Manchester gekomen met een missie. En dat is zoveel mogelijk prijzen winnen. Ja, tot op dit moment is dus gebleken dat we nog niet helemaal bovenaan staan. We staan nog bij de top 6. En we moeten uiteraard bij die top 4, 3, 2 komen. Maar dat is geen eenvoudige opgave. Maar het is ook geen onmogelijke opgave. Denk je dat jullie de tijd krijgen? Ja, ik ga er altijd vanuit dat we hebben een 3-jarig contract. Daar is inmiddels 1,5 jaar van over. Dus ik ga er altijd vanuit dat de contract duur uitgediend wordt. Dus ja, daar ga ik vanuit. De pers in Engeland is op zijn zachtst gezegd
keihard. Hoe gaat Frans daarmee om? Nou, op de eerste plaats is het zo dat qua pers, de enige die de pers te woord staat, is dus Louis. Wij blijven daar altijd buiten. Dat vind ik wel erg prettig, moet ik zeggen. Dus daar hoeven we ons totaal geen zorgen over te maken. Je weet aan de andere kant ook dat alles wat er gezegd wordt, wordt breed uitgemeten en gemeten en wordt altijd geïnterpreteerd op de manier waarop mensen dat graag willen of de pers het graag wil. Het is logisch dat als je bij een grote club zit en je bent niet eerste of je speelt niet aantrekkelijk, dan is er altijd natuurlijk kritiek. En ja, met die kritiek moet je omgaan. En dat is natuurlijk nooit prettig. En er staan ook een hele hoop dingen in waarvan je soms denkt van, ja, hoe komt men daarbij? Maar aan de andere kant, ja, je moet je schouders ophalen en je moet gewoon datgene doen wat je moet doen. Ja, in de pers is eigenlijk nog nooit een wedstrijd gewonnen of verloren. Op het moment dat ze dingen over mij zeggen of roepen, nou ja, ik kan daar wel mee omgaan. Hoe het gezin daarmee omgaat, dat is lastiger, want die hebben er in principe niet zo heel veel mee te maken. En die worden daar wel eens natuurlijk op aangesproken en er worden wel eens dingen over gezegd. Het voordeel is wel dat zowel Katie als Annemarie, de beide dochters, natuurlijk al vanaf Barcelona daarmee geconfronteerd worden. Hè? Want in Nederland is dat, en zeker toen was dat minimaal. In het buitenland wordt dat natuurlijk alweer wat meer. Dus die zijn er inmiddels wel mee opgegroeid. Hè? Die herkennen dat ook wel en kunnen daar wel wat mee. Terug naar Olde Liège, waar Marie inmiddels voor ons heeft gekookt. Frans heeft in zijn loopbaan alle prijzen gewonnen die er voor Europese voetbalclubs te binnen zijn. Op welke prijs is hij het meest trots? Ja, het gekke is, dat is niet op een prijs eigenlijk. Dat is meer op bij een club komen en dan eigenlijk hoe de club achterlaten. Dat ik bij Ajax kwam, dat was in 1985, toen werden de keepers eigenlijk altijd gekocht. En dat ik wegging, toen was het daar eigenlijk een keeper die opgeleid werd binnen de academie daar. Dat was Edwin van der Sar bijvoorbeeld, samen met Fred Grim. En daar waren ook al jeugdige keepers als Stekelenburg naar binnen gekomen en ook Vermeer. En dat is eigenlijk wel een trots. Dat was bij Barcelona ook zo. Dat ik binnenkwam werden eigenlijk altijd de keepers gekocht. En dat ik wegging was daar Victor Valdés, Pepe Reina. Die was inmiddels al voor heel veel geld verkocht via Villarreal naar Liverpool. En er waren nog andere jeugdkeepers die aansloten. En dat is eigenlijk wel het allermooiste wat je uiteindelijk kan bereiken, vind ik, als je langere tijd bij een club werkt. Dus ja, die prijzen zijn altijd geweldig. En elke prijs heeft natuurlijk een bepaalde gevoel en waarde. Maar dat is toch wel iets waarvan ik zeg van, nou, dat vervult dan wel een goed gevoel. Als je dan uiteindelijk terug moet kijken op alles. Ja, als je dan een wereldbeker wint voor clubteams, die we dus in 1995 met Ajax in Tokio wonnen. Dat was overigens ook na een verlenging en met penalties. Dan is dat natuurlijk de kroon op het werk. Want als je die cup wil winnen, dan moet je landskampioen geworden zijn. Je moet de Champions League winnen. En daar vandaan dus naar de wereldbeker. Dus dat is een enorme lange weg die niet voor veel clubs is weggelegd. Dus dat is eigenlijk wel de kroon op alles wat je eigenlijk maar kunt doen. Ja, dus dan kies ik voor die prijs. Ook een hoogtepunt was het afgelopen WK in Brazilië. Het hele land was sceptisch over de kwaliteit van het Nederlands elftal. Maar team Van Gaal loodst ons naar de derde plaats. Nou, dan is elke wedstrijd een op zich staande wedstrijd. Met eigen problemen, eigen mogelijkheden, eigen moeilijkheden. En je weet, zodra je door die groepsfase heen komt, nou, dan kan het verlengen zijn en dan kunnen er ook penalties komen. Nou, we zijn met Nederland in de historie van het penalty nemen en tegenhouden niet zo gelukkig geweest. Nee, we zijn meerdere malen daardoor ook uitgeschakeld. Dus ja, dat hebben we altijd wel in het achterhoofd gehouden, dat zou kunnen gebeuren en hoe we dat dan moeten gaan doen. En dat zijn twee kanten natuurlijk. Dat zijn zowel degene die penalties nemen als degene die de penalties moet tegenhouden. Nou ja, dat moment kwam dus in de wedstrijd tegen Costa Rica. En daar gaat dan veel research aan vooraf. Dat is elke wedstrijd zo. Heel veel werk gaat er aan een wedstrijd vooraf. Dus zowel de tegenpartij, in dit geval Costa Rica, die door middel van penalties doorkwam tegen Griekenland. Dus dat was eigenlijk wel een mooi moment om te zien van ja, wie nemen die penalties? Wie zijn de eerste vijf? En hoe nemen ze ze? En de keeper was Navas van Costa Rica. Wat doet die dan? Daar kwamen hele duidelijke richtlijnen uit dat ze daar en op getraind hadden. En dat ze een bepaalde manier waarop ze dat deden. Nou, dat neem je dan mee, hè, ook naar de spelersgroep. Alleen, je begint niet altijd met
als er penalties zijn. We hadden het wel altijd in de gaten. We hadden ook de lijsten klaar met wie die penalties moesten nemen. En we hadden aan de andere kant natuurlijk ook gediscussieerd over... Ja, wat kunnen we doen met de keeper? Wie in principe heeft de meeste kans om die ballen te gaan tegenhouden? Maar er gaan natuurlijk heel veel dingen gaan daar rondomheen spelen. Want als je dan besluit dat er niet de basiskeeper, maar een keeper die op dat moment op de bank zit... dat die wellicht meer mogelijkheden heeft om ze tegen te houden... Ja, dan moet je je weer overwegen. Hoe ga je dat voorbereiden? Hoe ga je dat brengen? Vertel je het wel of niet tegen de groep? Nou ja, dat is een heel proces geweest. Uiteindelijk is Tim daarin gekomen, ja, en heeft natuurlijk een enorme rol gespeeld in het winnen van die serie. Want wij wisten ook, Costa Rica wilde één ding. Die wilde naar de penalties toe. Daarin vonden zij ook dat ze de meeste kans hadden om de volgende ronde te halen. En ik denk dat ze daar gelijk in hadden. Ja, jullie leveren uiteindelijk een geweldige prestatie, in ieder geval voor de buitenwereld. Dan was jullie interne doelstelling natuurlijk eerst geworden. Ja, daar wil ik wel wat over zeggen. Daar zeker ik, maar ik voelde ook wel om me heen, dat ik daar heel erg teleurgesteld in was. Dat we dus die finale niet gehaald hebben. Je moet het zo zien dat je uiteindelijk heel dichtbij de finale zit. Dus heel dichtbij het winnen van die wereldbeker. Gedurende het toernooi werd ook het besef dat kon, werd steeds groter. Ook bij spelers. Ondanks het feit dat we er ook na drie ronden uit hadden kunnen liggen. Ja, overheerst op dat moment toch teleurstelling. Dat we dat laatste stapje niet hebben kunnen zetten met elkaar. Dus mensen praten daarover. En waarschijnlijk hebben ze dat in Nederland natuurlijk op een andere manier beleefd. Als dat wij dat beleefd hebben. Ter plekke. Want je zit toch heel ver bij het thuisfront vandaan. Maar het gevoel van teleurstelling, de kroon op het werk, hebben we helaas net niet kunnen zetten. En dat is toch ja, een bijzonder en ook wel een teleurstellend gevoel, moet ik eerlijk zeggen. Frans is 59 jaar oud. Volgend jaar loopt zijn contract bij Manchester United af. Hoe ziet hij zijn toekomst? Hierna zeker, maar of dat nou direct is of dat het nog 1 of 2 jaar duurt, zal ik vrij veel dingen proberen te doen... Met het verspreiden van de ervaringen die ik heb mogen opdoen in al die jaren. Dus ik zal ongetwijfeld wat dingen doen voor UEFA. Ik ga wat doen in lezingen, demonstraties, cursussen in het buitenland. Daarnaast ook ben ik bezig met een nieuw boek. En eigenlijk een heel multimediaal project is dat. Waarbij het boek de basis is. En van daaruit zullen de video's en dvd's en allerlei andere dingen zullen ontstaan. Dus er zijn nog genoeg plannen. Vast omlijnd heb ik dat op dit moment niet helemaal, want in de voetballerij weet je dat niet. Maar ik blijf zeker in de voetballerij, alleen waarschijnlijk niet meer in de hoedanigheid van een club waar je 24/7 bij de club betrokken bent, maar meer in de algemeenheid van het voetbal. Dus ook het verspreiden van de informatie en de ervaringen. Maar je kunt die carrière als keeperstrainer natuurlijk niet afsluiten zonder titel. Ja, alles kan hè, in de voetballerij. Maar het zou heel erg mooi zijn als we inderdaad een aantal prijzen hier winnen. En die mogelijkheden zijn er. En die zijn er altijd. En dat zou een hele mooie afsluiting kunnen zijn. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Smit en Smit Advocaten. Met recht eigentijds. En Kivo, plastic verpakkingen.